bij deze stand. Maar het is wel heel slecht uitgespeeld. Dat is nog wel helemaal vrij van hem op. En Molenaar, zijn contract werd verlengd. In de periode waarin het niet goed ging met Roda. Daar kreeg de club terecht complimenten voor. Want je zag in de tweede seizoenshelft het herstel komen bij Roda. Ze gingen steeds beter voetballen. Ze waren op tijd in vorm voor deze cruciale wedstrijden. Hadden ze in de eerste seizoenshelft ook maar een beetje van de vorm gehad van de tweede seizoenshelft, dan waren ze al lang veilig geweest. Maar de vorm was het blijkbaar opeens niet meer tegen Almere City. Owusu. Arnold, Owusu. Zwakke paas. Er worden dingen gesloopt, er worden dingen op het veld gegooid nu. De categorie zal nog lang onrustig blijven hier. Gustafsson. Slim van Shaheen. Nou, niet slim genoeg. Het is afgelopen. Roda JC degradeert voor de tweede keer in de clubhistorie. Na de 0-0 in Almere City. Nu een 2-1 nederlaag in eigen stadion. Zij spelen tegen de Graafschap. Jack de Gier tegen Henk de Jong voor een plek in de Eredivisie. Roda degradeert en Almere City of de Graafschap promoveert. Dat zijn de keiharde conclusies na 120 minuten voetbal. En Roda JC, dat het allemaal voor elkaar leek te hebben in het tweede seizoen zelf. Het best in vorm, zoveel kwaliteit, maar nu zijn er tranen, nu is er ongeloof. Want nu is er degradatie. Daar is het feest. Almere heeft het bepaald niet gestolen. Natuurlijk heeft het af en toe moeilijk gehad, maar Roda heeft amper kansen af kunnen dwingen, ook in de tweede helft. Het zal het meest terug kunnen wijzen op dat ene moment vlak voor rust met Kramer. Maar als je kijkt naar het spel over 120 minuten, dan heeft de ploeg van Jack de Gier helemaal niets gestolen. Zij maken zich op voor de finale. Almere City is 2 wedstrijden verwijderd van promotie naar de Eredivisie. En er is maar 1 club uit Zuid-Limburg volgend seizoen actief op het hoogste niveau in Nederland. En dat is Fortuna Sittard. En wie dat een jaar geleden had gedacht, was ongetwijfeld ook in deze regio voor gek verklaard. Maar met zoveel kwaliteit toch degraderen, dat is een uitermate pijnlijke conclusie voor Roda. Omdat het met deze kwaliteit nooit had gemogen, dat is ook wel duidelijk.